Ik denk dat het op dit moment heel belangrijk is dat de focus van de ondernemer ligt op het geldgenererend vermogen van de onderneming. Dat betekent dat je moet sturen niet op boekhoudkundige winsten, maar op wat in het vaktaaltje heet vrije geldstromen, cashflows. En de reden daarvan zijn heel simpel, dat je met geld beschikkingsmacht hebt. Met geld kun je dingen kopen, met winst kan dat niet. En eigenlijk is winst altijd geeft een te overtrokken beeld van de resultaten van de onderneming vanuit economisch perspectief. In winst zit een heel belangrijke component van kosten, namelijk de vermogenskosten voor het eigen vermogen zit daar niet in. En daarom is de neiging heel groot om te denken, ik ben tevreden als ik winst heb, terwijl het best zou kunnen zijn, dan een winstgevende onderneming tegelijkertijd waarde vernietigt. En dat kan niet de bedoeling zijn.